Bernhard voor de motortoertocht Oranje Loop 2016 van het Matlofco. Prachtig weer, donderdag 8 september. Nou, wie had dat gedacht voor september? Het zou vandaag een graadje of 27 worden, dus nou, ja, goed gepland. Chef Staf, Cornel Lemmers, ongetwijfeld hier hebben gestaan om jullie allemaal welkom te heten vandaag. Maar ja, die heeft vreselijke pech. Die heeft een hei-sessie. De hei-sessies die worden tegenwoordig volgens mij niet meer op de hei georganiseerd, maar gewoon ergens in de gebouwen. Dus hier zitten dappere dingen op flapovers en zo. Een hei-sessie met twee S'en of met één S? Hei-sessie. Ben bang met de korte ei. Ja. Maar zoals we kunnen constateren hebben we vandaag prachtig weer om, om jullie een motortoertocht te laten rijden ondergaan. Dus ik hoop dat jullie zo meteen een hele prachtige tocht gaan hebben. Die tocht die wordt net als vorig jaar georganiseerd. En zoals wij vele activiteiten organiseren in het kader van de Oranje Loop voor goede doelen. We zijn op dit moment aanwezig. Maar als je nog zo'n doel hebt, laat het dan weten. Dan kunnen we daar nog iets mee doen, wellicht. Voor vandaag jullie 180 kilometer. Zometeen zal Hans daar uitgebreid op ingaan. Vooral veiligheid en dat soort dingen. Rest mij eigenlijk twee dingen. Jullie een hele veilige en plezierige dag toe te wensen. En jullie twee met name bedankt voor de organisatie. Want dat stellen wij zeer op wijze dat we niet alles zelf hoeven te doen, maar dat we af en toe dingen kunnen uitbesteden. Namens Cornel en Maya met name hartelijk dank daarvoor. En nogmaals jullie een hele plezierige dag. Oké. Okay. Nou, daar komen ze hoor, de motortoertocht Oranje Loop 2016. We gaan nu richting Soestdijk. Mooi pak, John. We zijn hier in Korte Hoef.
Mooi hier hoor. Loze rechtse plassen. Hij gaat lekker, Barry. Gaat hij, Jan? Gaat hij goed? Nee, dat nog niet. Weet je, dit is niks leuk, hè? Ja, ik heb beter op je werk zitten. Hé? Zeg je dat? Ik heb gehoord daarvoor. Ik heb beter op je werk zitten. Nijnand! Hé, Willem. Ja. Wat een waardeloos, waardeloze route, hè? Ik ken het nog nooit te leren. Ik denk dat jammer dat die jongens altijd moeten roken. Om te stoppen. Ja, ja. Ja, ja. Hé Jan, hoe is die? Hartstikke mooi. Leuk dat je erbij bent, hoor. Ja, hartstikke leuk om erbij te zijn. Ja. Want het is een mooie route. Hartstikke prachtig weer. Dus... Oh, wat een weer, hè? Het is ons gegund. Ja, het is echt gegund. Ja. Ja, precies. Ja, hartstikke leuk. Ik heb het nog nooit zo snel gezien. Mooi hier, hè? Kijk, daar ligt de arena in de verte. Gaat het, Johnny? Wat kost het, Jan Willem? Nou, kan wel 5 euro wezen, Riekus. Oh. Mag ik wel een beetje mij shocken? Ja. Wat de laatste betaald hoor ik net. Ja. Lachen toch? We naderen Schiphol. Het is niet echt een raceroute, maar... Oh, een mooie route, hoor. Ja, hè? Ja, perfect. Echt waar. Ja. Ja, het weer maakt het natuurlijk ook mooi, hè? Ja, natuurlijk, als het regent is het weer heel anders. Ja. Het is een mooie route, joh. Ja. Geintje. Kijk, is er ook nog bij.
Henrik is er ook nog steeds bij. Het is niet koud, hè? Nee, het is niet koud. Ja. Goed door. Ja. Wat is een mooi papa die achter me rijdt? Je ziet zo die beschaafsen op het water, hè? Nou, net nog eentje, hoor. Ja, ja, ja. Ik denk dat ik kan varen met de boot, hè? En het dreef erin. Uit water op. Mondbehandeling. Komt er een helemaal op, hoor. Dus de schaafsen er aan. Zo, vlugge Jaapie. We doen zo nog een rondje. Ja, we doen nog een rondje hoor. In Italië eindig. Ja. Ja, vlugge Jaapies. Leuk weggetje dit, hè? Nou, het is wel, ja. Kruip door, sluip door, hè. Maar de natuur is wel mooi. Ja, daar zie je nog wel veel van de natuur. Jij en de vrouwtjes zeggen ze liggen dan op water, hè? Nee, op de natuur. Geluk met de bruggen. Rij 2,4 kilometer, dan rechts afslaan. We komen weer de brug open. Wat een kut man met die bruggen. Wat mag je met al die bruggen? Nou, het lijkt Friesland wel. Ja. Oh, wat een onzin. Ja, gaat hij met de achtervecht op het verkeer? Ja, daar moet maar langs op. Rij 5,1 kilometer. Ik ben er langs.